Welkom in sessie 150 van het Olof 2 vanuit de kleine mobiele studio 11, waar we verder de inleiding tot operations research bestuderen, in het bijzonder integer linear programming. En daarvan gaan we nu aanpakken de branch-and-bound-methode. Die staat ook besproken of daar wordt over geschreven in de lesnotas uh, vanaf pagina 206. Uh, misschien toch de moeite waard om eens even na te denken en stil te staan bij wanneer dat eigenlijk ook deze... ...methodiek, dit algoritme, deze werkwijze eigenlijk bedacht is. En in 1960, dat dateert er wel van 1960, toen was men toch redelijk bedrijvig, dus onder een heepsoorten een heapsoort en zo verder. Dat was allemaal een beetje die periode. Ook Dijkstra met zijn korte pad en zo. En hier is het tussen dus personen Alyssa Land en uh, Alison Deutsch, die dat hebben gepubliceerd in een, uh, ja, in een niet uh, zeer genommeerd tijdschrift. Je kunt dan een keer op googelen En als je dat doet, ik heb dat ook gedaan, kijk dan toch wel de moeite waard voor de, de, de adepten onder u. Want het is nog niet zo lang geleden, dus die Alissa Saint, die leeft nog. Ik kan je nu ook al geruststellen, die Alison Doik ook. Uh, maar dus zij heeft nog maar net een interview gegeven aan een associate professor die bij haar in uh, ja, die, die school waar dat zij dan ook uh, actief is geweest. Want zij is uiteraard ja, nu op. Uh, Leeftijd gekomen dat ze mag genieten van uh, haar prestaties. Uh, maar dus dat is een interview, dat is uh, afgenomen en dat is nog maar net gepubliceerd op YouTube. Dus de mensen die daar een keer hoesting hebben, is er inleiding. Dus die andere persoon, ja, uh, dus ze hebben dat samen uh, bedacht. Kijk er eventueel na. Nou, zij is dus ook nog uh, in, onder ons. De twee technieken besproken in de voorgaande sectie zijn in de praktijk onbruikbaar, omdat ze enerzijds niet noodzakelijk een optimale oplossing opleveren uh, of anderzijds een veel te grote uitvoeringstijd hebben. Ja, ze zijn meestal, hè, in de praktijk, in de, meestal in de praktijk. Want zie je ook enkele inleidende voorbeelden. Ik heb je dat gezegd, voor sommige situaties, ook als je niet anders kunt, of je hebt geen tijd, of weet ik wat, uh, of, of het probleem is eigenlijk van kleine aard, dan kun je die naïeve technieken, want daarover gaat het eigenlijk, die naïeve technieken dan kun je die eventueel toch gebruiken, maar dus meestal inderdaad niet. De branch-and-bound-methode, en dat betekent... Hè, nu een keer de omgekeerde wereld, dus van het Engels naar het Nederlands, dat betekent letterlijk, en dat hoop ik dat, dat u helpt, vertak en verbindt. Dus je vertakt en je verbindt aan wat je vertakt hebt. kom erop terug. Tracht op een slimme manier... Maar de andere manieren niet slim of wat, en er zijn dan ook domme manieren die wij gebruiken, ik weet niet. Alle aanvaardbare punten te overlopen, maar het is de bedoeling om veel aanvaardbare punten niet expliciet te gaan beschouwen, omdat men reeds weet dat ze toch niet de optimale oplossing kunnen zijn. De Branch and Bound methode zal herhaaldelijk LP-problemen oplossen en maakt gebruik van een oplossingsalgoritme voor LP-problemen. De reeds besproken oplossingsmethoden kunnen hiervoor gebruikt worden. Nou, dat begrijp ik niet helemaal wat. Staat. Daarom ook dat we eigenlijk besluiten om toch weer een keer over te gaan. Trouwens, die tekst die hier staat, die is ook uh, ja, pff, nou, alleen voor het grootste deel gebaseerd op wat er hier eigenlijk geschreven is. Ja, lees het eens een keer na. Uh, maar daar staat het dan authentieker en volgens mij toch wel iets uh, meer op klaar. Uh, dus gaan we daar naar dat boek gaan kijken en dan lezen we daar de inleiding. Het is ongeveer één op één hetzelfde, wat er daar staat. Dus ik ga daar verder. Uh, de methode, oké, okay, dat, blablabla, dat wisten we al. Zoek een ILP-vraagstuk op basis aanvaardbaar gebied. Dat verkregen wordt door toepassing van LP-relaxatie. Uh, het model... Ja, kijk, hè, dus inderdaad, dat is al niet onbelangrijk wat er is. Het mag niet te snel gaan. Want dus je begint effectief, je staat al meteen wat er gaat gebeuren. Dus je, je hebt een ILP-probleem. Laat dat duidelijk zijn. Hè. Er is een ILP-probleem. Hallo, we zijn nog altijd bezig met heel lineair pro programmeren. We hebben dus gezien dat dat eigenlijk met de gewone uh, LP-simplex-methode dat dat eigenlijk niet pakt, want met die relaxatie krijg je krijg je dus fractionele getallen, dus reële getallen, en dat wil je niet. Het moeten natuurlijke getallen zijn. Ja. Maar wat kun je doen? Het enige dat je kent, is de simplexmethode, is het LP-probleem. Dus wat je gaat doen, je gaat de LP toepassen. Dus je gaat simplexmethode toepassen. Dus je gaat eigenlijk om te beginnen, LP om te beginnen, LP-relaxatie toepassen. En dan gaat het model achtereenvolgens opsplitsen. Dat is die branching, die vertakking. Dat is dat opsplitsen. In ondergeschikte of de submodellen van het oorspronkelijke. En dat is dus, kijk, wat staat, is die branching. Elk submodel vertegenwoordigt een deelverzameling van de oorspronkelijke verzameling oplossingen. Dus je vindt met je relaxatie heel veel oplossingen, doorgaans zelfs ja. Misschien wel zelfs hè, je vindt heel veel oplossingen, punt. En uh, vindt natuurlijk een optimale oplossing voor je probleem 1. Ik moet mij corrigeren voor je probleem 1. Ja, maar door dat op te splitsen, ga je altijd andere oplossingen krijgen. Natuurlijk kun je je afvragen op het hoe ik het opsplitsen moet. Ja, dat ga ik u nog uitleggen. Maar door dat op te splitsen, krijg je dus andere, mogelijk andere oplossingen. Ik lees hier verder. Dus elk submodel vertegenwoordigt de deelverzameling van de oorspronkelijke verzameling oplossingen. De grenzen van de doelfunctie voor elk corresponderend submodel worden berekend en worden met elkaar vergeleken. En dat is die zogenaamde bounding, dus dat is dat terugbinden. Dus je gaat dat vertakken, maar je bent eigenlijk vertrokken van één probleem. Dus wat je vertakt hebt, moet je eigenlijk terug met elkaar in verband. Om vervolgens sommige submodellen te verwerpen voor verdere beschouwing. Dit noemen we ook wel fatoming. Dus fatoming is doorgronden, opheldering. De fatuming, de opheldering of de doorgronding, het inzicht dat je verworven hebt. Dus door dit te vertakken en daarna naar te kijken, krijg je het inzicht en kunt beslissen: ah ja, dat that, zit, dat is wat ik wil weten. Dat is dus een hele boterham, ik weet het, uh, een ruime inleiding. Uh, wat gaan wij nu doen? Wel, we gaan het nu effectief in die boek verder bekijken, uh, in de hoop dat we daar dan het inzicht verwerven op basis ook van een uh, significant voorbeeldje. Maar dat zal dan voor de volgende sessie zijn.